Hoe start je de MQTT Client app in op Homey? Als eerste installeer je de app op Homey en als je dat gedaan hebt, ga je in de Homey app naar het tabblad Meer, vervolgens naar Apps en dan zoek je de MQTT Client app op en als je daarop tikt, kom je op deze pagina terecht. Vervolgens klik je op Configure app. Nu moeten we hier wat gegevens gaan invullen. En als eerste ga je het IP-adres invullen van de broker. En in deze tutorial gebruik ik de broker op Homey, de broker app op Homey. Mocht je een andere broker hebben, moet je daar het IP-adres van invullen. In dit geval, als je de MQTT broker app op Homey hebt geïnstalleerd, dan vul je het IP-adres in van Homey. In mijn geval is dat 192.168.2.31. En als poortnummer vullen we weer het poortnummer in 1883. Vervolgens vul je hier bij gebruikersnaam in de gebruiker die je hebt aangemaakt in de MQTT broker. In mijn geval is dat Homey en het wachtwoord 1234. Scrollen we een klein beetje naar beneden en tikken we op opslaan instellingen en nu wordt bevestigd dat de instellingen zijn opgeslagen. Je bent nu klaar met het instellen van de MQTT Client app.